Bij Natuurlijk Tomaat in Dongen telen ze alles biologisch. En ze maken er de lekkerste dingen van, waaronder deze lekkere tomatensaus. En ik ga ermee aan de gang. Ik maak namelijk involtini in tomatensaus. Harriet en Alfons, hey, ik ben hier bij jullie biologische paradijs. En wat telen jullie allemaal? We telen hier vooral tomaten. Dat is onze ene hoofdteelt. Maar we hebben ook paprika's en komkommers. Die drie dingen? Dat zijn onze hoofdteelten. En dan hebben we ook nog een klein beetje aubergines, pepertjes. Oh, tot al steeds meer. Allemaal lekkere dingen. Wat doen jullie nou eigenlijk met de groenten die overblijven? Nou, die doe ik hier allemaal in de soep. Ik heb heel veel resttomaten natuurlijk en daar maken we basissaus van. En inmiddels maken we ook soep, ketchup, chutney, tomatenjam. Dus allemaal lekkere dingen en die verkoop ik weer in de winkel. Oh, nou, ik ben wel heel benieuwd. Nou, kom mee. Dan zal ik ze laten zien. Laat zien. Danny is opnieuw op bezoek in de Langstraat in Dongen. De groei van stedelijke gebieden in Brabant maakt het soms voor boeren lastig om hun bedrijf rendabel te houden. Zo is er niet altijd de ruimte om uit te breiden. Of willen boeren dat simpelweg niet? Een ander pad inslaan is dan een optie. Dat deden ze ook bij Natuurlijk Tomaat in Dongen. Alfons en Harriette gooiden het over de biologische boeg. Kijk, lekker behagelijk hier in die kas, hè? Ja, hier is het altijd lekker. Heerlijk, een beetje Spanje. Tussen de tomaten? Ja. Hey Alfons, ik wil wel eens alles weten over jullie biologische teelt. Nou, dan kom maar mee, dan zal ik het je laten zien. Alfons, ik zie hier paddenstoelen staan tussen de tomaten. Hoe zit dat? Ja, dat is een teken dat de grond heel gezond is. We hebben in de winter hebben we hier compost en mullig over onze grond gestrooid. Mullig, wat is dat? Mullig, dat is eigenlijk een beetje dat houtig materiaal dat hier bovenop de compost ligt. In de winter rijden we een laag compost op de grond en dan een laag mullig erover. Dat dekt de compost af en daar gedijt het bodemleven heel goed bij. Want op die manier zorgen we heel goed voor de wormen. Ah, oh ja. Ja, ik zie ze, ja. Die vreten de compost op, scheidt ze uit en op die manier wordt het voeding voor onze planten. En daar groeien onze tomaten op. Dus dat zijn eigenlijk jouw gratis werknemers? Ja, die doen voor ons het werk. We hebben hier nu de zesde teelt in onze kast staan, biologisch. En we hebben de grond nog nooit gespit. Dat doen de wormen, die zorgen voor de goede structuur van de grond. Oh, dat scheelt er heel wat mankracht. Dat is sowieso een hoop werk, maar het is ook gewoon beter voor de grond. Ja? De structuur van de grond die wordt beter gemaakt door de wormen. Wat doe jij nog meer om biologisch te telen? Dus biologische bevoeding. We gebruiken geen kunstmeststoffen. Alle ziekten en plagen bestrijden we met biologische bestrijders, plaagdieren. Of tenminste, de plaagdieren bestrijden we met nuttige insecten. Ja. En we gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen. Al dat werk, joh. Waarom ben je eigenlijk biologisch gaan telen? We waren toen een jaar of 6, 7 geleden aan het denken, hoe kunnen we ons bedrijf voortzetten? En moeten we mee in de manier zoals we altijd bezig waren, heel veel tomaten van hetzelfde telen voor een zeer lage kostprijs? We zijn breder gaan kijken. De biomarkt zagen we dat er een groeiende markt was. En hebben we 6 jaar geleden die weg ingeslagen. Kijk, lekker aan het koken. Ja. Hey, Harriet, jij verwerkt bijna alles zelf. Ja, klopt. En wat maak je dan allemaal zoal? Ja, nou eigenlijk voornamelijk maak ik zelf de basissaus. En daar maken we natuurlijk weer wel andere dingetjes van. Maar daar begint het mee, met de basissaus. Dus van de resttomaten, tomaten die een klein scheurtje hebben, die gaan in de soep, in de pan. Die kook ik, dan gaan ze door de passafiet. En van de basissaus, daar kun je eigenlijk van alles mee maken. En hoe ben je daarmee begonnen? Nou, het is eigenlijk een beetje uit nood begonnen. We hadden heel veel tomaten over. Daar ben ik eigenlijk door het idee van mijn schoonmoeder mee begonnen. Die deed dat vroeger al. Gewoon tomatensaus maken in de pot. Deksel erop, op zijn kop zetten en dan het ouderwetse wekken. Heel veel mensen zullen het kennen, denk ik. Ik zie hier tomatenketchup, chutney, tomatenjam. Wat is nou precies jouw geheim? Nou, ik heb eigenlijk geen geheimen. Niet? Nee hoor, ik ben heel open. Als mensen het recept willen hebben, kunnen ze zo krijgen. Van al die dingen die we ervan maken. Ja, en de basissaus, dat kan eigenlijk iedereen, want het is puur tomaat.
in stukken gesneden in de pan roeren totdat die gaar is, zeg maar, tomaten uit elkaar gevallen is. Dan gaat hij door de passafiet en dan heb je basissaus. Dus misschien is jouw geheime ingrediënt toch een beetje liefde? Ja, dat sowieso. Danny, ik heb voor jou al een voorbereidend werk gedaan. Oh. En ik heb al het begin van de saus gemaakt, zie je? Ja. Die moet alleen nog gezeefd worden en dan kun je, jij ermee aan de slag. Oh, goed. Nou, goed? In de passafiet. Oké. Ja, een beetje voorzichtig, want anders... Oh, ja. Kijk eens, Danny. Kijk eens. Kun je lekker je eigen saus maken. Ah, super. Met de klok meedraaien, zomer dan gaat hij doorheen. Sorry? Zomer of wintertijd, want... Ja. Zo... andere vraag. Vooruit. Wel vooruit. Oh, maar dit gaat hartstikke makkelijk. Ja, hè? Ja, ja, maar hij is lekker gaar. Ja, dus, heerlijk. Ja. Ik draai dan af en toe nog een keertje terug. Dan haal je even de velletjes en de pitjes eruit uit het rooster. Zo, en dan weer door. Heel goed. Ja. Zo, ja. Lijkt Sineke wel. Met de draaioog op. Midden tussen tomaten ga ik Italiaans koken. Ik ga involtini maken. En involtini is een traditioneel Italiaans gerecht... wat geserveerd wordt in tomatensaus. Nou, die tomatensaus... Die heb ik natuurlijk net gemaakt. Ik ga nou de involtini maken. En wat is dat? Dat zijn vleesrolletjes. Ik heb hier een mooi stuk rosbief. Kijk, dat haal je bij de slager. Dat is eigenlijk de rosbief wat niet gebakken is, maar wel mooi. Alleen stuk is, ga ik in plakjes snijden. Maar die plakken moeten zeker niet te dun zijn. Dus die mogen zeker wel een centimetertje dik zijn. Die plakjes die vul ik met een beetje spek. Kijk. Dit is gewoon vetspek. Dat heb ik bij de slager gevraagd. Die heeft het dan. Snij ik mooi een stukje vanaf en die leg ik erop. Dit wordt ook wel eens lardo genoemd, hè, als het echt van lekkere Italiaanse varkentjes is. Gaat erop. Wat pijnboompitjes, gewoon ongeroosterd, mogen er gewoon op. Dan wat knoflook en die knoflook die snij ik gewoon grof. En dan mag die ook op het vleeslapje. Beetje bladpeterselie. En dan gaat ook een dotje op. Dan iets wat je niet zo snel in een vleesgerecht zou verwachten. Er gaan rozijntjes in. En die geven een lekkere zoete smaak aan dit gerecht. Ja, en dit is echt, doe je denken van, moet dat lekker worden? Dit wordt bellissimo. Super lekker. Zijn we nog steeds niet klaar? Nee. Parmezaanse kaas. Kijk, en die rasp ik eroverheen of die schaaf ik eroverheen. En dan ga ik ze dichtvouwen. Nou, ze zijn natuurlijk goed gevuld. Dus ik maak gebruik van een prikkertje. Pak ze bij elkaar. Je vond alles er een beetje in. Rol ze op, zo, een beetje naar elkaar toe. Alles een beetje erin. Frotten. Zet je hier een prikkertje aan. En je zet er hier een aan. Gewoon zodat hij goed dicht is. Het belangrijkste is dat je zorgt dat alle ingrediënten goed verpakt zitten in dat stukje vlees. En dat die daarna ook heel goed vast zit met die pinnen. Kijk, de rolletjes zijn af. Dus ga ik dadelijk verder met de saus. Ik ken de cherry tomaat, ik ken de Hollandse vleestomaat, maar jullie hebben nog veel meer tomatenras, hè? Ja, klopt. In deze afdeling hebben we ongeveer 10 verschillende typen tomaat staan. Eén daarvan is hier de Cœur de Bœuf. Ja, mooi hartvormig. Als je die straks in schijfjes snijden, heb je een mooi hartje. En deze zijn al een paar weken verder. Ja. Kijk, die ovalige vorm, die herken ik wel. Dit is denk ik de Roma-tomaat. Ja, klopt. De Roma-tomaat, die telen we hier ook nu al voor het vijfde jaar alweer. En dat is echt op vraag van onze afnemer. Je wil toch een gedeelte met de Roma-tomaat ingevuld hebben. Heb jij die vraag ook zien vermeerderen in de loop der jaren? Ja, het is sowieso iets met biologisch telen. Je probeert op de behoefte van onze afzet, onze afnemer, de afdeling met tomaten zo in te vullen dat eigenlijk de afzet gegarandeerd is. Deze lijkt wel een beetje op die Cœur de Bœuf tomaat. Ja, dat klopt. Hier staan we tussen de heilloomtomaten. Ja, en die moet echt heel lekker zijn. Heel lekker, dus heb jij deze nou nog nooit op? Nee, deze heb ik zelf nog nooit op en ook nog nooit geteeld. Die hebben we nu voor het eerste jaar staan. Ja, ook weer op behoefte van de afnemer. En daar hebben we wel 5 verschillende kleuren van. Hier staan we bij de geel. Deze moet straks geel kleuren. Maar we hebben dus ook rood en bruin en roze. En als je die straks in een kistje ziet liggen, ja, dat is gewoon een feest. Ja. En laat ze ook zo smaken. Hey, en ze zijn nou allemaal nog groen. Maar wanneer kan je ze nou oogsten?
Het oogsten duurt bij deze nog even. Het moet ook echt flinke tomaten worden. Maar vanaf half april verwachten we hier de eerste gekleurde tomaten te kunnen oogsten. Wauw. En dan komt er elke week komt er bovenin nog een trosje bij. Onderin oogsten we een trosje eraf. En zo kunnen we tot half november zijn we in productie. Ga ik nu verder met de saus. Mijn rolletjes, die liggen hier klaar. Ga ik aanbakken, maar ik ga die rolletjes aanbakken in de basis van de saus. En dat begint met een beetje ui. Zoals heel veel dingen met een beetje ui beginnen. Beetje olie in de pan. Nou, die ui, die snipper ik grof. Ja, die mag erbij. En deze ui, die mag een beetje lichtbruin worden. Nou, dichter in bij de oorsprong koken kan niet, hè? Lekker tussen de tomatenplanten. Het voelt ook een beetje als Italië hier. Lekker. En terwijl die uien aan het bakken zijn, schuiven ze aan de kant. En mogen de plakjes vlees mogen erbij. En dan even een beetje aanbakken. Gewoon bij de kanten dat ze wat bruiner zijn. En dat is al vrij snel natuurlijk, hè? Kijk, traditioneel in de Italiaanse involtini laten ze urenlang koken. Nou, ik vind dat een beetje zonde van dit lekkere rundvlees. Dus ik ga een wat snellere versie doen. Nou, ben je nou Italiaans en krijg je nou bijna een hartaanval? Niet boos worden. Maar dit wordt wel heel erg lekker. Blus ik het af met een scheutje wijn. Ja, en dan mag die erbij, hè. De basissaus van Harriet. Oh, wat is die lekker. Gewoon puur natuur. Mag erbij. Kijk, hupsakee. En daarbij doe ik nog wat bladpeterselie. Zo, een beetje bij elkaar. En mag erbij. Lekker hoor. Oh, het begint al heerlijk te ruiken. Al super lekker, maar er gaat nog iets bij. Er gaat een beetje suiker in. He, dat is van oudsher om die tomaten ietsje minder zuur te maken. Ik ga hem ook nog een beetje afbinden met maïzena. En dan krijg je een lekkere dikke saus voor bij de involtini en voor bij de tagliatelle. Maïzena aanlengen met een beetje water. Zo, een beetje husselen, dat het een mooi papje wordt. En dan gaat het bij de kokende saus. Kijk, en is die saus net ietsje dikker, dan hebben we hier die involtini's. En wat we niet moeten vergeten, zijn die vervelende prikkertjes eruit halen. Want die eten natuurlijk niet lekker. Oeh, nou, ik ben benieuwd toch, wat ze ervan vinden. Kijk, en dan hebben we hier nog die heerlijke saus. Beetje ingedikt, blijft die lekker aan het vlees hangen. Wow. Ziet er toch heerlijk uit, hè? Een lekkere Italiaanse schotel, de involtini met de tomatensaus van Harriet. Takje liefde erop, basilicum. Dus dat wordt smikkelen en smullen. Ga lekker eten. Nou, voor onze Harriet, ik hoop dat jullie het lekker vinden. Ik heb dus Italiaanse vleesrolletjes gemaakt, involtini. Gevuld met rozijntjes, een beetje vet spek, wat pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en peterselie. In de zelfgemaakte tomatensaus. Dus, klinkt goed. We zijn benieuwd. Eet smakelijk. Dank je wel. Ja, lekker. Ja, wat ik zo leuk vind is dat jullie saus echt, jouw saus echt de basis. Dus daar kan je alle kanten mee op. Ja, ja, lekker. Ik had ook pizza's kunnen maken. Dat klopt. Lekker aan de gang met tomaten. Super makkelijk receptje voor thuis. Dit was Lekker van Streek. Tot volgende week. Houdoe.